Beste kijkers, goedendag. Ja, we beginnen met een ja, prachtige lentefoto. Van Henny Brouwers uit Spijkenisse moet je eens kijken. Die bloes prachtig mooi in bloei. Nou, tegenover natuurlijk die mooie blauwe lucht. Want vanmiddag kwam de zon toch steeds vaker tevoorschijn. En de combinatie met ja, heel weinig wind voelt het ook nog eens aangenaam aan. Nou, vannacht dan is het tamelijk helder. Maar weinig bewolking is er aanwezig. Temperaturen 4 tot 6 graden. En de zwakke wind die gaat daarbij draaien naar het zuidwesten. En met die zuidwestenwind wordt vrijdag duidelijk warmere lucht aangevoerd. En dat betekent hogere kwikstanden in onze regio. 16 graden zeg maar zo langs de kust. 18, 19 graden elders in de regio. En 20 graden misschien wel in de buurt van Gorkum. Nou, daarbij veel zonneschijn, ook sluierbewolking. Tot de avond droog. Maar morgenavond gaat er ook een enkele bui voorkomen. Vanuit het zuidwesten. En dat is echt al een hele tijd geleden. De zuidwestenwind neemt toe tot matig. Windkracht 3 of 4. Vanaf het weekend wordt het dus wisselvallig. Er is al veel over gezegd en geschreven. Maar zaterdag vallen dan een paar buien. Later kan soms de zon even tevoorschijn komen. Niet veel trouwens. Een graad of 15. Zondag, vooral in de middag. Regen, regen en nog eens regen. Lekker weer om een film te kijken. Een temperatuur van een graad of 17. We zitten dan tijdelijk even in wat warmere lucht. Er staat niet al te veel wind. En Koningsdag, nou, naar het zich nu laat aanzien, hebben we te maken met een wisselende bewolking. Vooral later op de dag ook af en toe wat zonneschijn. Kans op een bui en het is koud voor de tijd van het jaar. Slechts 11 graden en er waait ook nog eens een stevige westen tot noordwestenwind. Nou, Ten slotte nog een fraaie soms opkomst van Gert de Bruin uit Ridderkerk. Nou, maakt u ook mooie weerfoto's? Stuur ze in naar weerfoto.rijmond.nl. Geniet van de dag en heel graag tot morgen.